Wie is Erik Herens? Erik Herens is onze reden. Zoveel zelfkritiek. Ik was ook bijna zelf. Ik was nooit tevreden over mijn eigen prestatie. En als ik drie slechte passes gaf, dan was ik al niet tevreden, bij wijze van spreken. Ja, daardoor ben ik waarschijnlijk die voetballer geworden die ik geworden ben. Maar op een gegeven moment, als trainer, kun je een aantal zaken kun je toch niet veranderen. Of je daar nou nachten van wakker ligt of niet, je verandert daar niks aan. En dat heb ik gemerkt. En daarom heb ik geprobeerd om toch iets anders een aantal dingen gaan te benaderen. Kaarten met Lerby en Kieft, is dat anders dan met deze jongens? Het is hier iets makkelijker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Hetzelfde. Even leuk. Ja. Maar je zei eerst, het is makkelijker. Was het vroeger moeilijker met die jongens dan? Nee, ik denk dat je de verkeerde mensen hebt geciteerd. Want Kieft en Lerby, dat was namelijk een drama aan de kaarttafel. Dus ik kaart meestal met andere jongens. Deze kun je makkelijker de baas hebben? Maar ook niet altijd. Maar meestal wel. Is dit de wekelijkse voorbereiding op een wedstrijd voor jullie? Ja. Gewoon ontspannen. In Nederland is dat anders, hè? Ja, maar ja. Dit is ook België, hè. Daarom roemt iedereen om de gemoedelijkheid die er is in België. Daarom zijn wij geroemd daarvoor. En het effect is uiteindelijk hetzelfde? Daar zou je van moeten uitgaan. Maar ik denk dat wij niks moeten veranderen aan de gewoontes die wij hadden en hebben. Dus gaan we gewoon op dezelfde manier door. Als je het seizoen van verleden jaar bekijkt, die vijfde plaatsen, dan denk ik toch wel dat onze trainer daar toch wel 5-6 punten aandeel in heeft. Dus dat wil toch zeggen dat je normaal tieners bent met 5 punten minder. Dus dat kan je toch niet slecht noemen, vind ik persoonlijk. Vroeger zagen de tegenstanders van Erik Gerards er wel zo uit als jij er nu uitziet. Ben je hem tegengekomen op training? Ik kom regelmatig tegen, maar ik loop regelmatig een ommetje om en hij speelt zoveel niet meer mee natuurlijk. Maar het is nog altijd dezelfde. Als hij ze nu en dan iets meedoet, dan zie je nog altijd dat die agressiviteit erin zit. Alleen kan hij het nu gelukkig voor ons iets minder lang volhouden dan vroeger. Dat is altijd een voorbeeld. Ja, dat is het. Broodworsten! Eet u ze zelf ook? Ja, zeker. Ja? Zeker een bas. Geen schrik van. Willen ze een keer proeven? Ja. Wat is dat bij jullie? Escargots of Wulox? Je kent dat misschien wel. Ga maar erop, alstublieft. Ja. Goed, ja. Zeker een jaar? Ja. 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 En laat die collega's ook een keer proeven. Hè? Zal er wel een paar bij doen. Wat is het verschil tussen Hugo Broos en Erik Gerards als trainer? Oh, dus, ik denk het grote verschil is de karakters. Ik denk dat iedereen kent Erik als voetballer en hij is ook zo gebleven als trainer. Dus geweldig gedreven en laat dat ook zien. Is enorm emotioneel ook. Als ik mijn emoties niet kan uiten, dan krijg ik volgende week een hartaanval en dat wil ik niet. Dirk! Ik moet al die ballen niet maken. Ze zijn voor jou. Als de bal. Met Vet met de voorzet, Bechard met het hoofd en de goal. De eerste kans voor Blugge en meteen een doelpunt. Robert Bechard, zijn zesde van het seizoen. Dirk! Dorkomans. Oh la la, in de voeten van de Souza. En het staat 1-1. Wat een vader van de bal. Legt hij klaar voor Ocon. Bal weg. Wat een goal van Paul Ocon. Klasse goal van een klas bak zeker. En zo staat Club Brugge opnieuw op voorsprong. Daar is goal, Nico! Penalty.
je carrière toe, maak een planning. Of je wordt manager, of je wordt trainer. Maar als je die 7 jaar dat je bij PSV bent geweest, bijvoorbeeld een manager als Kees Ploegsma hebt gehad, dan wil je dat vak niet doen, want ik mag zijn schoenen nog niet binden, of ik mag zijn schoenen nog niet binden, bij wijze van spreken. Dus denk ik, zo goed als hij word ik absoluut nooit. Zo goed als Cruijff word ik waarschijnlijk ook nooit. Maar ja, ik denk toch wel dat ik goed genoeg ben om straks eventueel eens een keer echt een hele goede ploeg te krijgen. Maar dat zal de toekomst bewijzen. Jij wilt nog eens trainer bij Standaard Luik worden? Ja, maar ik heb 2 grote liefdes. Ik heb buiten Standaard Luik nog een grote liefde. Maar, daar heb je papieren voor nodig, voor die 2e grote liefde? Ja, dat weet ik. Maar zo dom ben ik ook niet om die papieren niet te halen, denk ik. Ja, zou je dat willen, die papieren halen om bij PSV nog eens coach te worden? Ik zou hier überhaupt nog eens een keer terug willen naar PSV, dat is logisch. Ik heb dat de mooiste jaren van mijn leven meegemaakt. Ze verliezen toch ook niet? Ja, het is niet waar. Ik vind het een joviale man. Je kunt ermee klappen. Zijn een woord niet harder dan zijn ander, dus... Nou, een joviaal man bij mij. Is Gerrits nou een Belg of is het een half Nederlander, omdat hij zo lang in Nederland heeft gespeeld? Dat is een Limburger, hè? Een Limburger, hè? Limburgse, dus Limburger, hè? Dat is geen Nederlander. Nee, absoluut. Van een Belg kun je geen Nederlander maken, hè? Nee? Van een Nederlander een Belg maken, dat is iets van niks, hè? Dat is niet moeilijk. Je loopt nog voorop, hè? Ja, dit tempo zou jij nog kunnen meelopen, bij wijze van spreken. Maar ja, ik moet vanavond nog zelf voetballen, dus die laatste 5 ronden die laat ik toch maar even zitten. Anders krijg ik straks geen poot meer vooruit. Nog steeds veel, hè? Ja, dat moet ook. In de zaal, als je in de zaal wat ruimte geeft, ben je weg. Dus... Maar je kunt ook denken van nou, een beetje rustig aan, dat kan ook, maar... Ja, met die gasten, als ik het ook nog rustig aan met die gasten, dan verliezen we echt ieder wedstrijd. Dus ik kan zeggen... Het is wel een grap, hè, jongens. Grappen. Allemaal. Ik zeg dat ze met een hand geraken, het schot verdoen ze people. Hartstikke mensen. Kom het dan zeggen tegen hem, people, zeg ik. Ik zeg het niet tegen hem.